Goedemorgen, welkom bij Shiloh Stampin. En op deze Sketch Zondag gaan we een hele leuke kaart maken met een nieuwe stempelset uit de najaarscatalogus. Hij is al lekker vroeg dit jaar en dat is heel fijn, want dan kunnen we lekker op tijd ook al beginnen met alle kerstkaarten en de Halloween kaarten en al dat soort dingen. En ik had zelf in het begin een beetje moeite en ik dacht, ja, moet ik dat nu al? Ik heb nog zoveel moois uit de grote catalogus. Maar ik moet je zeggen, het idee dat ik straks kan gaan werken aan de kerstkaarten vind ik ook wel weer een heel fijn idee. En ik heb deze stempelset gekozen en dat is Have a Hood. En ik vind hem heel multifunctioneel en wat ik er zo leuk aan vind is, je kunt hem voor Halloween of gewoon voor de herfst gebruiken. Voor verjaardagen, gewoon voor de kerst. Ik heb een kleinzoon die graag peekaboe speelt, dus ik ga ook nog een kaart maken hiermee. En gewoon een lieve kaart van samen in een nestje. Je kunt hem gebruiken voor de kerst, maar je kunt hem natuurlijk ook gewoon gebruiken om te gaan samenwonen. Kortom, er zit gewoon een hele leuke stempelset. En daarnaast zit er hele mooie stansen bij. En het leuke van deze stansenset is, die we ook vandaag gaan gebruiken, is dat dit aan elkaar zit. Dus je krijgt eigenlijk een frame netwerk waarmee je dat kan doen. Maar je kunt ze ook los gebruiken. Dat ga ik zien. Nou, mooie blaadjes erbij. Alle uiltjes kunnen ook uitgestanst worden zoals je ziet. Spinnenwebbetje erbij. Kortom, het is gewoon een heel uitgebreid setje. Hier gaan we dus mee vandaag aan de slag. Daarnaast heb ik ook gekozen voor het papier Gilded Autumn Specialty Design papier. Er zit ook weer van dat mooie glans in zoals je ziet. Prachtig papier. Echt ook voor de Halloween. Wat er zo achter zit met die mooie pompoenen. Een mooi ruitje. De hondstand noemen ze dat, geloof ik. Mooie bladeren ook met ook weer al die glans erin. Een beetje roodkoperglans zit erin. Dus het is echt, het is mijn papiertje wel. Ik was meteen helemaal verliefd. Dit is ook mooi met een glans erin zoals je ziet. En ook zonder glans, dus je kunt er zoveel kanten mee op. En ik vind dat, ik was met opslag verliefd met dit papier. En zeker in combinatie met die uiltjes, ja, was voor mij een appeltje eitje. Dus met dit papier ga ik werken. En wat ik leuk vind is dat er dus bijpassend lint bij zit. Ik heb deze nog niet eens open geknipt om te laten zien. Ik zal even het plasticje eraf knippen. Vind ik altijd een hele uitdaging om dat te doen zonder mijn lint ook kapot te knippen. En normaal gaat dat wat soepeler dan nu. Dat komt omdat jullie meekijken. Wat een humor, niet? Zo, niet miepen, gewoon knippen. Huppakee. Hij is los. Hij is niet los. Jee. Kom op zeg, normaal knip ik dat zo door. Wat is er aan de hand? Zo. Gelukt. Je ziet prachtig lint erbij. In de mooie kleur Mint Macaron. Maar er zit ook een hele mooie koperkleurige, beetje glans lint zit er ook bij. Dus je kunt hier heel veel dingen mee doen. En daarnaast hebben ze van die hele kleine schattige eikeltjes. Ja, die heb ik er ook bij. Dus je kunt je voorstellen dat we kilometers leuke dingen kunnen gaan maken. Ik ga het opzij leggen, want het is tijd om aan de slag te gaan. Dus alles gaat opzij. Waar ik mee werk vandaag is met het papier Whisper White. Want dat hoort hierbij. En wat ik gedaan heb is in eerste instantie een basiskaart gesneden. Van 29 centimeter in de lengte. En hem dan op 10,5. En dan rillen op 14,5. En dan krijg je dus een kaart op deze manier. Vervolgens heb ik, je ziet dat ik hier al de stans in gebruikt heb. En ik zal je uitleggen hoe ik dat gedaan heb. Ik heb namelijk een stuk papier op maat gesneden. Die hier precies bovenop paste. En die dan ook goed erop lag. Die had ik nog niet vastgeplakt. En toen heb ik, moet ik even goed kijken. Heb ik de stans met washi tape zo vastgelegd op het papier. En zo ook door de stansmachine gehaald. Enkel dan natuurlijk. Hè? En zo door de stansmachine gehaald. En het resultaat is dat je dus allemaal losse onderdelen krijgt. Die je weer opnieuw kunt gebruiken. Want
Zodra dit eruit komt, zijn het allemaal kleine tags. En dat is erg leuk om te gebruiken. Ik ben er eentje even kwijtgeraakt hier op mijn bureau. Ik denk dat die ergens in de papierbak is geraakt, maar die vind ik straks wel weer terug. Hier ga ik mee doen. Dit is de eerste stap die ik gedaan heb. Dat maakt het gewoon simpel. En dan gaan we stap voor stap kijken hoe ik de kaart verder ga versieren. Want wat ik met dit wil doen, is dat dit stukje, ik zal hem even dubbel vouwen. Ik wil hem een stukje scheef maken. Dus dat eigenlijk het wit van de stans. Deze heb ik gesneden op 14 bij 10. En nadat ik dat heb gedaan, heb ik hem toen die klaar was en uitgestanst was, heb ik deze op een andere maat gesneden. En die is gesneden, zoals je ziet, op 13,5. Dus je snijdt hem eerst op 14. Dan leg je hem erop met washi tape en de stans door de stansmachine halen. Alles eraf. En dan snij je dit bovenpapiertje op 13,5. Dan pakken we lijm. Een mooie nieuwe volle lijm, want de andere was aardig aan het oprapen. Raken bedoel ik. En die gaan we erop lijmen. Heel simpel, niks moeilijks aan. Beetje ertussendoor. Ik doe er niet te veel poespas aan de voorkant bij. Want dat leidt alleen maar af van al het moois. We houden het vandaag vrij simpel toch, ondanks dit. Dus je ziet dat ik hem wat scheef erop plak. Waardoor je duidelijk ziet dat het dus aan twee randen gestempeld is. En doordat het zo gesneden is, zit het toch mooi in het midden. Dan is de voorkant van je kaart ook klaar. De binnenkant van de kaart heb ik de andere kant van dit papier gebruikt. En die heb ik gesneden op 14 keer 10. En dit ga ik hier aan de binnenkant bevestigen. Zodat als ik de kaart open doe, dicht doe, dat dit de achtergrond is. En die plakken we op. De ene kaart opzij en de andere. Ik heb hier wat lijm zitten, dus dat moet ik straks schoonmaken. Plak hem op. Beetje, oh, mag jij bij het midden ook. Dat hij niet gaat bobbelen. Zorg dat je hem natuurlijk wel met het goede patroon meelegt. Dat je hem niet ondersteboven plakt. Let daar even op voordat je hem erop legt. Ik heb dat nogal eens meegemaakt dat ik daar heel goed in ben. En dan zit deze kant er ook op. Dus dan heb je de binnenkant van je kaart en de buitenkant van je kaart klaar. Heel simpel, maar wel effectief. De volgende stap is dat we met dit uiltje, met het cadeautje gaan werken. En ik ga de tekst gebruiken from all of us. En ik gebruik dit uiltje met het cadeautje, zodat ik er een verjaardagskaart van kan maken. Ik werk graag vooruit met verjaardagskaarten maken. En ik ga eens kijken of de tekst hierop past, hoewel ik vrees van niet. Het leek mij leuk om hier de tag te maken met de tekst. Want ik denk wel dat dat gaat lukken. En dit uiltje. En misschien doe ik de tekst wel hier, als een tag. Nee. Je kan duidelijk zien, ik heb dit nog niet helemaal voorbereid. Ik ga dit gewoon proberen. Werkt het niet, dan werkt het niet. Werkt het wel, dan is het mooi meegenomen. Ik ga dit stempelen met de kleur Cajun Grace. Ik heb hem nog in het oude stempelpad. Inkpad, maar hij doet het nog ontzettend goed. Dit is echt een van mijn favoriete kleuren. Omdat dit zo'n warme oranje tint is. En ik stempel hier gewoon from all of us. En ik maak hem schoon op mijn schoon te maken plat. Ik kan niet op de woord komen vanochtend. Schiet lekker op vandaag. Dus die gaat weer netjes in zijn doosje. En die wil ik hier gaan plakken. Zo. En de uil ga ik uitstempelen.
ga ik stempelen en een beetje uitknippen. Omdat ik die er op een iets andere manier tussen wil, in wil. En omdat ik hem ga inkleuren, stempel ik hem met Memento. Dus Kate Grace gaat weer weg. Memento komt erbij. Ander stempelbordje erbij. Heerlijk, die kastjes die zo dichtbij staan waar alles in zit. Het is een rode stempel inkt. Of het is een rood stempeltje. Dus het is een rode rubber. Dus je kunt hem gewoon zonder petje eronder stempelen. Kijk, is dat cute of is dat cute? Schoonmaken. Ik ga nu niet te diep in op het inkleuren. Als je daarin mee wilt doen, is er nog plek op de Stamping Blends Club. Daar kun je je voor opgeven. Als je meer informatie wil, staat dat op mijn website charlostamping.nl. Lukt je dat niet om te vinden, kun je altijd even een berichtje sturen. Ik ga beginnen met de uil in te kleuren. En ik zal daarom een beetje inzoomen. Zodat je wat beter ziet wat ik aan het doen ben. Zo. Ik begin met de kleine punt. Ik zal even laten zien van de Crumb Cake Light. Ik moet eerst even lijm weghalen. Want dat is heel vervelend als je gaat kleuren en je hand lijmt vast. Of je papier lijmt vast. Daar kan ik heel slecht tegen. En ik hou van schoonwerken. Daarom ben ik ook zo blij met die plaat van Tim Holtz. Zo, weglijm. En ik ga beginnen met zachtjes eerst even daar waar ik de schaduw wil hebben. Dat aan te brengen, wat kleur aanbrengen. Daar komen een beetje de schaduwen van de uil. Oh. En dan pak ik de lichte kleine punt van de soft suède. Oh, kijk. Dat is ook niet de bedoeling. Daar heeft deze stift inderdaad nog alles last van. En ik weet niet hoe het komt, maar ik heb hem wel. Het is even oefenen. Stel dat je zelf zo'n marker krijgt die dat vanaf het begin ook gelijk al doet. Meld het dan bij mij of bij je demonstrator waar je hem gekocht hebt. Want dan hoor je dus gewoon een vervanging te krijgen. Want dit is dus niet goed. En als klant heb je gewoon 6 maanden recht en garantie om dat om te ruilen. Dus doe dat dan ook. Want het is natuurlijk verschrikkelijk balen als je stift dat steeds doet. Kijk, mijn marker is al ouder dan 6 maanden, sorry. Dus daar houdt het voor op bij mij. Maar stel dat jij dus iets koopt en je hebt binnen 6 maanden daar problemen mee. Ga alsjeblieft naar je demonstrator toe en laat het erop lossen of haar hem. Ik ga nu naar de dark. En met de dark, ook met het lichte puntje, zie je, deze doet het niet. Ga ik nog meer schaduw aanbrengen om te laten zien waar de diepte komt. Dat vind ik gewoon mooi om te doen. Zo. Vervolgens ga ik met de licht. En die doet dat weer. Ik moet daar toch even wat op verzinnen. Ik moet hem gewoon iets voorzichtiger eraf halen. Maar de meeste zitten zo vast dat ik automatisch eigenlijk veel kracht zet. En ik ga het licht aanbrengen. Ik ga het donker een beetje wegwerken. Nogmaals, ik ga er nu niet te diep op in. Ik ga hem niet er te diep op in. Lichte kleur terug. En daar werk ik de overgangen mee weg. Zodat hij wat zachter wordt. Zodat je ook lichter inhoudt.
met een heel lief klein uiltje. Natuurlijk moet het pakje ook een kleurtje krijgen. Dat is natuurlijk heel kleintjes. Dus ik ga dat pakje, en dat ga ik lekker doen met de Magenta Madness. Gewoon even knal erin. En dat is een beetje lastig, maar dat kan altijd. Zet geen druk. Dat is zonde. Met de smalle punt doe ik onderaan iets meer kleur, zodat je hier een beetje de schaduw in krijgt. Dan krijg je licht en donker, zelfs in zo'n klein pakje. En het strikje vind ik leuk als we dat geel maken. Dus ik neem de Mango Melody. De light doe ik helemaal gewoon erop zetten. En je ziet, het loopt iets uit. Dat betekent omdat in mijn Mango Melody nog zoveel inkt, of in mijn andere nog zoveel inkt zit. Maar je kunt daar gewoon met de kleur overheen. En de binnenkant van de ogen, die ga ik met ivoor doen. Want hij heeft zijn oogjes dicht. En ik wil dus zijn oogleden een iets ander kleurtje geven. Dan moeten we natuurlijk ook nog even de tak doen. Ik ben altijd even aan het opruimen. Ik ruim hem wel lekker op. Maar ik ga de tak dus een andere kleur doen dan anders. En die ga ik een beetje richting Grey Granite doen. Omdat dat ook een beetje een grijsbruine tint is. Hier kunnen we natuurlijk niet te veel kleur in aanbrengen. Toch ga ik je laten zien dat je hem leuk kan maken. Je moet niet vergeten de pootjes van de uil te doen. Ik laat het een beetje doorlopen, want ik vind het zonde als daar niks zit. Pak de donkere Grey Granite. Om wat schaduwwerk met het smalle puntje te doen. Dan doe ik je onder de uil, naast zijn pootjes. Een beetje een takje hier. En wat ik ook leuk vind om te doen, is om een heel klein tipje groen aan te brengen. En dat doe ik met deze kleur, de Just Jade Light. En ik breng hier en daar een beetje groen in de takjes, gewoon omdat het kan. Laten we het daar maar op houden. Zie je? Gewoon een beetje spelen met kleur. In principe vind ik hem zo goed voor dit kaartje. Volgende stap is dat ik hem ga uitknippen. Fussy cutting, zoals de Engelsen dat zo mooi noemen. Dus ik laat er een randje omheen. Oh, ik heb de pootjes vergeten. Iemand die wat roept. De pootjes. Die doen we vandaag met de Light Pumpkin Pie. Een beetje bruin-oranje tintje erin. Nou, heeft hij toch nog een beetje kleur op zijn poten. Fussy cutting. Ik had het zo'n mooi woord. Knip een beetje de teentjes mee. Ik knip de sterretjes nu namelijk weg. De sterretjes hoeven er van mij nu niet omheen. Dus ik knip gewoon. Ik laat het papier draaien terwijl mijn schaar knipt. Dat is de makkelijkste manier van. Ik zit het buiten beeld te doen. Daar hebben jullie ook wat aan. Niemand die wat zegt. Even knippen. Zonder de sterretjes. Als je gewend bent dicht bij jezelf te knippen, is dat echt wennen om wat verder weg te knippen. Maar we gaan het wel redden. Die mag weg. Dat is niet mijn mooiste knipwerk, merk ik. Maar het wordt een verjaardagskaartje, dus dat is alleen maar leuk. En er komen wat jaren aan. Zelfs mijn man is weer bijna jarig. We hebben net een heleboel verjaardagen gehad vorige week en daar gaan we weer. Ja.
Ik knip al die sterretjes eromheen weg. Je kunt die sterretjes gebruiken de volgende keer om daar bijvoorbeeld een mooie avondlucht omheen te maken. Dat is ook heel leuk. Mooie donkerblauwe avondlucht. Oh, dat is ook leuk om te doen. Beetje maskeren. Dat is een van mijn eerste techniekfilmpjes die nog op mijn YouTube-kanalen staan. Moet je echt even kijken. Dat is zo leuk om te doen. Maak er binnenkort wel weer eentje. Dat is leuk hoor. Dan zeg ik het zelf. Ik hou wel van dat achtergronden maken op die manier. Nou, een beetje rommelig de boomstam afronden. Het einde van de boomstam is nooit helemaal glad. En we hebben het uiltje uitgeknipt. En die wil ik hier in de kaart gaan toevoegen. Ik denk dat ik hem hier doe. De achterkant van deze ga ik met Misty Moonlight ga ik die wat kleur geven. En dat doe ik met de roller. En die haal ik over het. En zonder te duwen gaat die over dit tekje naartoe. Heen en weer. Je mag hem ook van boven naar beneden doen. Gewoon dat hij wat kleur krijgt. En je mag hem aan de randen wat donkerder maken. Zie je hoeveel kleur er aan zo'n roller zit? Hoe snel je dat allemaal af kan geven aan je papiertje. Zonder dat je duwt. Dat is het leuke hiervan. En zo heb je heel snel een makkelijk achtergrondje voor de uil. En als je het echt leuk vindt, dan kun je zelfs nog een beetje van de Night of Navy nemen. En daar moet je heel voorzichtig mee omgaan, want dat is best veel kleur. Dus niet duwen op je pet. En dan doe je alleen de randjes daarmee. Zodat de randen donkerder worden. Maar houd het midden licht. Je kunt hem ook nog donkerder maken, als je dat wil. Wat dieper donker maken. Dan kun je er ook nog zelf sterretjes op tekenen. Deze kunnen we uitspoelen onder de kraan dadelijk. En dan kun je hem weer van alle kleuren gebruiken die er maar zijn. De achtergrond van mijn blad maak ik weer schoon. Want anders zit mijn hele kaart dadelijk onder. Dat is ook niet de bedoeling. En wat ik nu kan doen is met de witte marker. Want deze ga ik dadelijk hier met 3D foampjes. Ik heb van een kleine schattige foam. Die ik overal opplak. Dit gaat hier dadelijk bovenop. En ik pak de witte gelpen. En wat ik doe is een soort sterretjes die eigenlijk al achter op het tekeningetje zelf zaten. Die breng ik hier nog op aan. Af en toe moet ik mijn gelpen schoonmaken. Hij doet niet altijd helemaal wat ik wil. Maar als je dat doet met je gelpen, dan krijg je daar dus allerlei kleine. Nachtelijke sterretjes. Die duidelijk aangeven. Dat het nacht is. Want ja, een uil is en blijft een nachtdier. En die gaan we hierop aanbrengen. Ik draai hem zelfs een beetje. Laat hem zo. Die gaat hierop.
En die plak ik hier. En dan ga ik kijken waar ik die in de kaart ga doen. Hier is die wel erg logisch, want dan daar komt het ook vandaan. Maar zo is het ook leuk. Ik ga hem hier plakken. En dan precies zodanig dat hij weer zit. Hieronder. Dus wat ik doe, is hieronder foam plakken. En ik doe het in dit geval 4, omdat ik wil dat het goed uitsteekt. Nou, niet zoveel. En dit is best passen en meten, maar het is wel leuk om te doen. Want hoe krijg je dit nu op de makkelijkste manier goed geplaatst? Ik zal een stukje uitzoomen, zie ik. Zo. Wat ik namelijk doe, is het uiltje komt met het kopje natuurlijk naar boven, zo in de kaart te zitten. Dus wat ik wil, is dat dit op deze manier in de kaart zit. En dan ga ik de kaart dichtvouwen. Terwijl je zorgt dat dit erin blijft. En dat is altijd even puzzelen. En dan plak je hem zo op. En het leuke is nu dat de kaart nu echt nog een stukje meer 3D wordt. Want dit steekt uit. En hij gaat open. En dan heb je dus een uil erin zitten. Daar ben ik mijn andere From Olivers kwijt. Ik heb nog steeds wat inkt hier aan zitten. Dus ik kan de randen van dit kaartje ook een beetje in de kleur brengen waar ik steeds mee gewerkt heb al. Met dat blauw. Dat komt dan weer een stukje terug. En ik ga dat hierin hangen. Met een gestrikt lintje. Dus wat ik doe, is een strik maken van dit lint. Ik maak daar een dubbelstrikje van. Ik ga dit op deze manier zo laten liggen. Die kan er bij mij niet tussenuit, omdat hij stuk bij mij. En vervolgens neem ik dit lintje. En in plaats van dat ik met het groen eromheen ga, ga ik met het bruin eromheen. Om het strikje te maken. En nu haal ik het van het houdertje af. Trek hem niet te strak aan. Leg er achter een klein dubbel knoopje in. Zullen jullie nog steeds kunnen zien wat ik doe? En ik knip dit lint mooi weg met de groene schuim. En ik knip hier een V'tje in. En ik knip aan deze kant daar ook een V'tje in. Deze twee komen daarachter vandaan. En die knip ik gewoon een beetje schuin. Strikje uitvouwen. Lintjes naar beneden. Dan krijg je echt mooie strikjes. Ander lintje. Nou, wat wordt toch een schatje. En wat ik doe om te zorgen dat die lintjes goed blijven naar beneden. Nou, daar ben ik weer. Deel 2 van de opname, want de camera stopte ermee. Om onduidelijke redenen. In ieder geval zorg ik ervoor dat het lint goed vast zit.
en op de manier vastzit zoals ik dat wil. En omdat ik hier onder dit labeltje wil hangen, pak ik nog een stukje van dit kleine lintje. Doe ik door het labeltje heen. Leuk hè, zo'n label. Oh, ik vind dat zo mooi, dat lint. Leg het even opzij. En ik wil er nog een eikeltje aan. Want die vind ik zo schattig, die eikeltjes. Dat is even prutten. Als je dat nou niet helemaal lukt, kun je altijd, en dat is wat ik bij de hand heb, ik ga het even pakken ook. Dan moet ik even draaien aan een andere molen. Maar ik heb een bakje met naalden. En het is ideaal om dan gewoon een naald te pakken. Want soms is het lastig om lint door een oogje te krijgen. Misschien moet ik wel een dunnere naald hebben, zou kunnen. Maar met een naald trek je dit er, normaal gesproken, ik zei al, ik moet een dunnere naald hebben. Excuus. Dus in de naaldendoos op zoek even naar een smaller naaldje. Ik heb ze in alle soorten en maten hierin zitten. En dat geeft altijd wel handig werken. Dus ik heb hier nu een naaldje met een, die een stuk dunner is. Daar probeer ik een stuk van mijn lint doorheen te halen. Dat vind ik het enige nadeel. Die is van me. Kijk. Daar is die. Daar is die. Ik wist dat er een in moest zitten met een groter oog. Maar niet zo'n dikke achterkant. Die dan perfect hier doorheen past. En dan zit in ieder geval het eikeltje eraan. Naald gaat weer bij mij in mijn papiertje, zodat ik hem makkelijker terugvind. En de rest ruim ik dadelijk op. Je ziet, ik heb ze in alle soorten en maten die poken. Dat is mijn naaldenbak. Je weet nooit waar je die voor wil gebruiken. En die hang ik hier. En dit kan weer hier omheen. Wat wijd zet, want ik zit hier in het buitenbeeld te werken. Die handen vandaag, die weten wat hoor. Die hebben echt zoiets, doe het zelf maar. Maar goed, daar laat ik me niet door uit het veld slaan. De welpensmoeder en houdt vol. Zal niet de enige zijn die daar last van heeft. En ik zal ook niet de laatste zijn die daar last van heeft. Dus ik ga gewoon vrolijk door. Eromheen. Strikje erom. Alsof die daar aanhangt. Komt hij er daar aan de bovenkant uit. Die mag er ook aan de bovenkant uitsteken. Doe ik er een mooie glue dot achter. Waardoor alles mooi uitsteekt. En ik knip deze wat kleiner, zodat het wat meer bij elkaar past. En ik ga dit schatje opplakken. Mag er nog één bij, zie ik. Een stukje hoger. En die pak ik hier schuin op de kaart. Strik mooi maken.
En dan heb je een ontzettend leuk kaartje. Wat je op deze manier kunt sturen naar iemand. Ik zou hier nog wat mooie kleur aanbrengen. Oh, dat vind ik. Ja, dit is goudkleur. Dus we zouden eens kijken wat we kunnen met wat gouden dingetjes. En dat ga ik lekker doen. Aan deze kant zet ik een kleine gouden. Een grotere gouden. En weer zo'n kleine facet glittersteentje. En dan is mijn kaart klaar. Hij gaat zo op de post. En zo gaat hij open. Hier ga ik nog een strook maken waar je dus nog tekst op kunt schrijven. Of je schrijft de tekst op de achterkant, maar ik vind hem op deze manier klaar. Buitenkant, binnenkant. Ik hoop dat jullie veel plezier hebben met deze kaart. En als je hem hebt gemaakt, laat me even weten hoe het gelukt is. Kom je er niet uit, kun je me ook altijd even contact opnemen. Heb je interesse om deze materialen te kopen? Dan kun je vanaf 4 augustus bij mij terecht. Wil je de nieuwe catalogus van het najaar ontvangen? Geef me dan even een seintje, dan stuur ik hem naar je toe. En voor de rest heb je bij mij besteld voor meer dan 30 euro. Dan komt automatisch de catalogus weer naar je toe. Voor nu wens ik je een hele fijne zondag en tot volgende keer.